De labradoriet is een hele bekende steensoort. Die wordt gebruikt als beschermsteen, dus meeste mensen hebben deze ook wel op zak. Op het moment dat we een beschermsteen bij ons pakken, is het natuurlijk wel even belangrijk dat we kijken wat voor soort labradoriet wij hebben. Het moedergesteente is een beetje grauwig, grijs, zwart met groen, maar daarnaast heeft de labradoriet een hele mooie schijn. De schijn, de kleur die er overheen zit, is bepalend waarvoor je hem kan gebruiken. Is de schijn voornamelijk groen van kleur, betekent dat dat je een steen hebt die heel erg goed is voor gevoelige mensen. Juist die bescherming nodig hebben voor de energieën die om hen heen hangen, de negatieve energieën wel te verstaan. Dus de groene labradoriet zorgt ervoor dat je wat meer buffer krijgt. Heb je echter de blauwe, een steensoort die heel veel verkocht wordt, geeft dat ook nog een stukje extra inzicht. Behalve het beschermende buffer wat opgezet wordt, merk je dus ook dat je auraveld wat gevoeliger wordt. Je reageert wat sneller op negatieve prikkels van buitenaf. Merk je echter dat je auraveld niet helemaal zo werkt zoals het zou moeten werken, dat er lekken in zitten, kan je beste werken met de gele variant. De gele labradoriet, of althans de gele schijnsel in de labradoriet, die zorgt ervoor dat de lekken goed worden gedicht. Je hebt ook nog een oranje variant erin zitten. Heb je de oranje schijnsel, betekent dat dat een steensoort is die juist gebruikt kan worden voor mensen die emotioneel heel erg gevoelig zijn. Dus merk je dat je heel gemakkelijk emoties van andere mensen overneemt, kan je het beste een labradoriet zoeken waar wat oranje in zit. Een paarse, ja, daar vind je niet zoveel, maar ook die bestaat. Heb je een labradoriet met een paarse schijnsel, dan is dat juist voor de mensen die spiritueel extra overprikkeld raken. Ben jij spiritueel heel erg gevoelig en krijg je te veel informatie door, dan is het wijs om een labradoriet te zoeken met een paarse schijnsel erop. Vaak zie je de labradoriet met verschillende kleuren bij elkaar. Een regenbooglabradoriet is natuurlijk een variant die je op allerlei stukken kan pakken. Maar denk nou niet dat de juiste steen is voor iedereen. Want op het moment dat jij merkt dat je heel erg gevoelig bent voor het leeglopen, kan je toch beter naar de gele variant toe gaan. Als laatste is dit ook nog een steensoort die heel veel gebruikt wordt als mensen last hebben van snurken. Heb je last van snurken, weet je dat je partner heel erg snurkt, is het wijs om een labradoriet onder zijn kussen neer te leggen. Let wel op, als je hem 's nachts gebruikt, dat je hem overdag niet gebruikt. Op het moment dat je hem zowel overdag als 's nachts gaat gebruiken, is het effect veel minder en betekent dat het snurken veel minder sterk wordt afgeremd. Dus heb je last van snurken, leg hem alleen onder je kussen neer, zodat je het meeste resultaat daarvan hebt en pak een andere beschermsteen als je die nodig hebt.